De cassavefabriek in het district Para staat er heel triest bij. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij bracht eerder deze week een oriëntatiebezoek aan de fabriek en constateerde dat veel van het materiaal binnen is weggedragen. Het was een uitdaging om de fabriek te betreden. Om naar binnen te kunnen was al een probleem. We hebben toen een bedrijf, lokale bedrijf, gevraagd om ons te helpen om de sloten te verwisselen. Dat heeft hij gedaan. We zijn toen naar binnen gegaan en we hebben de toestand daar bekeken. Erg triest, zoals de machines erbij staan. Er is heel wat weggesloopt. Vooral elektrische installaties zijn allemaal in de weg gehaald. Alle koperen kabels en leidingen zijn weggehaald. Maar wat ik daar heb gezien is dat, als je globaal kijkt naar de hele fabriek, dat het niet voldoet aan de voedselveiligheidsstandaarden. Je kunt nu al zien, machines moeten van RVS zijn als je voedsel verwerkt. Waarom en hoe dat zo besloten is in de tijd. Vloer moet anders uitzien. Een vloer was van stelkornplaten. En dan heb je altijd insecten en ongedierte daaronder. Dat is alvast om één ding aan te geven. Dus zo zag je heel wat manco's daar. Ik heb toen besloten van oké, we gaan nu een deskundige binnenhalen. Laat hij een lijst opmaken van wat we precies daar hebben. En in welk toestand het verkeert. Misschien dat bepaalde machines even gedraaid kunnen worden, kijken of ze nog werken. Om daarna met een advies te komen van gaan we linksom of gaan we rechtsom of gaan we rechtdoor. En dat besluit moet nog genomen worden. Rabin Bermisser, lid van de vaste commissie van LVV, zegt dat tijdens zijn ministerschap de cassavefabriek viel onder het ministerie van Financiën. Over deze fabriek is er volgens Bermisser in commissieverband nog niet gesproken. Het moet echter niet lang duren om het cassavebedrijf weer op te starten. Een cassavefabriek op zich is wel hoeft niet zo lang te duren om op te zetten. Mm-hmm. Maar dat is niet het grootste probleem. Het probleem is welke cassavevariëteit gaan we planten, welke is de juiste, hoe gaan we de boeren daarin begeleiden en hoe hebben we een regelmatige aanvoer van cassave voor die fabriek. Dat is één. Maar ook, wat ga je met alle cassave doen als je het eenmaal hebt, toch? Dus daar is er heel wat zaken wat vooraf gedaan moet worden. Want anders heb je een fabriek, dan heb je niet genoeg cassave. Heb je een paar dagen per jaar gedraaid, dan ga je die fabriek ook sluiten, toch? Rabin Bermisser, lid van de vaste commissie van LVV, die vindt dat de NDP-fractie altijd ondersteuning zal bieden in het belang van het volk. Dus ook in dit geval zal de NDP-fractie ondersteuning bieden waar nodig, om de cassave-industrie een boost te geven.